Ik ben Floris de Lammeren. Sommigen kennen me misschien ook wel onder mijn synoniem Het Stort. Ik ben een multidisciplinair ontwerper, maar ik focus me voornamelijk op het maken van kleding. En met name werkkleding of kleding met veel techniek erin verborgen. Voor mij gaat de naam Through the Looking Glass over om eigenlijk in te zoomen op de technieken van het maken van kleding. En eigenlijk hiervan waarde te tonen. Als ik geen kleding zou ontwerpen, dan zou ik me bezighouden met autonome kunst, denk ik. Maar eigenlijk hou ik er heel erg van om van allerlei dingen te maken. Fotografie, meubels ontwerpen. Dus ik zou me zeker met de handvaardigheid door blijven gaan. Ja.